Goedemiddag allemaal en welkom bij de webcast van VectorVest. Het is vandaag maandag 29 juni. Mijn naam is Tom van Ooyen. We gaan meteen van start met het programma voor vandaag te overlopen. Allereerst ga ik beginnen met u te vertellen wat VectorVest juist is. Nadien laat ik u zien hoe u het juiste instapmoment kan bepalen. Het is het allerbelangrijkste wat u moet kunnen als u succesvol wilt beleggen. Het herkennen van de huidige trend van de markt. U heeft een database van ruim 10.000 aandelen. Het is dus belangrijk dat u aandelen makkelijk en snel kan analyseren. We helpen u hierbij door onze eigen indicatoren. 2 indicatoren op basis van fundamentele analyse, 2 indicatoren op basis van technische analyse en een master indicator. En verder maakt u ook kennis met onze unieke stoploss. Uniek omdat het een combinatie is van fundamentele en technische analyse. We bespreken ook de verschillende manieren waarop u aandelen kan selecteren. Verder laat ik u ook alle Nederlandstalige support zien die beschikbaar is, gaande van webcast tot de workshops, blogartikels, etc. Op het einde van de webcast heeft u de kans om in te tekenen op een risicoloos en goedkoop proefabonnement, zodanig dat u het programma thuis kan uittesten en u kan ontdekken of VectorVest al dan niet iets voor u is. Goed, wat is VectorVest eigenlijk? Wel, VectorVest is Amerikaanse beleggerssoftware die fundamentele en technische analyse combineert. Er zijn in totaal 7 databases. Iedere abonnee krijgt 2 databases naar keuze. De meeste abonnees kiezen voor de Verenigde Staten en Europa. Goed voor in totaal ruim 10.100 aandelen. De traditionele fundamentele en technische analyse vindt u in de software. Maar stel dat u iemand bent zonder financiële achtergrond, dan kan u ook makkelijk aan de slag met VectorVest. Hoe komt dat? We maken gebruik van eigen indicatoren die makkelijk te begrijpen zijn voor iedereen. Verder bieden wij u een houvast. Wij zeggen u wanneer u mag kopen, wanneer u niet mag kopen en wanneer u moet verkopen. Terug naar onze agenda. En daarnet zei ik dus dat op de juiste momenten in en uit de markt te zijn het allerbelangrijkste is dat u als belegger moet kunnen. We zeggen altijd, u mag als belegger alles fout doen, maar als u op de juiste momenten in de markt zit, dan is de kans groot dat u als belegger toch geld gaat verdienen. Daartegenover kan u als belegger alles goed doen, maar zit u op de verkeerde momenten in de markt, dan zal u toch geld verliezen. VectorVest voorspelt de markt niet. Dat kan volgens ons niemand, maar we hechten wel veel belang aan de trend. We geven de huidige trend weer. Wij vertellen u zodoende wanneer u aandelen mag kopen en wanneer u zeker aandelen niet mag kopen. Immers, John Keynes zei ooit, the market can stay irrational longer than you can stay solvent. En dat is ook zo. In 2008, ten tijde van de financiële crisis, leek de financiële wereld wel te vergaan. De Amerikaanse S&P 500 daalde in 1 jaar met liefst 38%. En dan ga je zien dat de kleine belegger vaak rond het dieptepunt van de crash de handdoek in de ring gooit en gedegoteerd achterblijft. Dat is het probleem. Beleggers raken gefrustreerd en dan volgt de grootste beleggersfout. Emoties nemen de overhand. U moet als belegger altijd een plan hebben en zeker een exitstrategie. U moet weten wanneer u aandelen mag kopen en vooral, u moet weten wanneer u geen aandelen mag kopen. Het belang van een stoploss zien we later in de webcast, maar het allerbelangrijkste bij het beleggen is, beperk uw verliezen. Laat uw verliezen niet oplopen. Bij iedere aankoop moet u op voorhand al weten wanneer u zal uitstappen voor het geval de trade niet loopt zoals u had verwacht. Als ik tijdens mijn workshops aan het aanwezige publiek vraag om enkele interessante, boeiende, kwaliteits- of groeiaandelen op te sommen uit de USA, dan krijg ik vaak dezelfde aandelen die terugkomen. Adobe, Apple. Wel, ik heb hier 5 goede bedrijven opgesomd en we gaan eens kijken hoe dat deze aandelen de afgelopen 5 jaar hebben gepresteerd. U ziet hier de beginkoersen van 26 juni 2015 en dit zijn de slotkoersen van afgelopen vrijdag, 26 juni 2020. Wat zien we? Adobe in 5 jaar plus 415%. Amazon laat een winst optekenen van ruim 500%. Apple plus 179% en de hoofdvogel is voor Nvidia. Nvidia steeg in 5 jaar met liefst 1665%. Het defensieve, maar ook mooie United Health steeg met 132%.
Prachtige returns dus, waarvoor iedereen meteen zou tekenen. Maar, wat is er in 2008 gebeurd? Het jaar waarin de financiële crisis in alle hevigheid losbarstte. Kaufting Bank en Lehman Brothers vielen om. Hoe hebben kwaliteitsaandelen gepresteerd van 1 januari 2008 tot 31-12-2008? Wel, dat ziet u hier. Adobe in 12 maanden net niet gehalveerd. Amazon, min 46%. Apple, kan u zich inbeelden dat u Apple kan kopen na een daling van 56%? Wel, het kon begin 2009. Nvidia zag 3/4 van haar beurskapitalisatie in de rook opgaan. En ook het defensieve, de United Health, moest liefst 53% inleveren. Als u deze daling meemaakt, dan duurt het jaren vooraleer uw portefeuille hiervan hersteld is. En de VectorVest-abonnees? Wel, die stonden grotendeels aan de zijlijn dankzij onze up- en down-signalen. Signalen die weergeven of u als belegger in of uit de markt moet zijn. VectorVest heeft allerlei marktsignalen, maar omdat de tijd hier beperkt is, bespreek ik heel kort het allerbelangrijkste market timing signaal. De confirmed calls up en de confirmed calls down. Het zijn onze meest trage indicatoren. Nu, meest traag betekent ook de meest betrouwbare indicator. Hoe moet je die interpreteren? Als we een confirmed call up krijgen, dan betekent dit dat u in de markt mag stappen. Liefst op de eerste dag van een up-signaal. Waarom? Het is al het traagste signaal. Ga dan niet nog enkele weken of maanden wachten om in te stappen. We gaan zo dadelijk de grafiek zien van de S&P 500. Als u een groene driehoek ziet, dan betekent dit een confirmed call-up. Het moment dat wij tegen onze abonnees zeggen dat ze in de markt moeten stappen. U ziet hier de S&P 500 voor de laatste 4,5 jaar. En die groene driehoeken zijn dus de confirmed calls. En u zal zien dat de meeste, niet allemaal, maar de meeste confirmed calls op, gevolgd worden door een mooie rally. Dit was een hele mooie. De meest vervelende markten vind ik persoonlijk de zijwaarts bewegende markten. Ik heb niet liever dat alles goed stijgt, zoals iedereen. Maar van mij mag alles ook goed dalen, dan is de trend duidelijk. Maar bij zijwaarts bewegende markten kan je wel eens een afwisseling hebben van up- en down-signalen. Nu, uiteindelijk, als je hier instapt bij die eerste, uiteindelijk verdrinkt de markt toch. Up-signaal, stijging. Up-signaal, stijging. Soms, als je meerdere signalen ook hier ziet, dat kan wel eens topvorming zijn. Dit was ook het najaar van 2018. En dan ook hier hebben we topvorming gehad in midden februari. Eind januari, midden februari dit jaar. Maar u ziet, grotendeels worden de meeste up-signalen gevolgd door een opgaande beweging. Het is al het meest trage signaal. Zorg dus dat u dan zeker in de markt zit. Als we een confirmed call-down signaal krijgen, dat betekent dat u geen aandelen meer mag kopen. En dat u sowieso uw stoploss moet respecteren. Ook hier gaan we direct de S&P 500 zien. Als u een rode driehoek ziet, dat zijn de signalen die wij onze abonnees geven dat ze defensief moeten gaan. Als u volledig belegd bent, zou ik zeggen, haal wat winst van tafel. Daartegenover, als u 30% maar in aandelen zit, ja, dan moet u niet die 30% gaan verkopen. Dan zou ik zeggen, blijf in de markt, maar 1. Respecteer de stoploss en 2. Vooral dit, koop nooit aandelen bij tijdens een down-signaal. Hoe heeft dat gewerkt in 2007-2009? Wel, de markten piekten hier op 15 oktober 2007. En twee, drie weken later, kregen we op 1 november 2007 een down-signaal. Het signaal dat wij zeggen tegen de abonnees, stop met het kopen van aandelen. We hebben hier een eerste serieuze daling. Maar dan, ik had u gezegd, 2008 was een bar slecht beursjaar. 38% daling voor de S&P in slechts 12 maanden. En toch kregen we hier een up-signaal en een weliswaar vrij volatiele, maar toch een stijgende trend. Maar op 11 juni 2008 was het alweer gedaan. We kregen hier een down-signaal. Hier stopt u met het kopen van aandelen. En dit is o zo belangrijk, dat u nooit aandelen bij te kopen in een down-signaal. Want al die aankopen hierna, die monden uit in bijkomende verliezen.
U heeft hier na die downsignaal gedurende 7 maanden geen aandelen mogen kopen. Dan hoor ik u denken, moet ik daarvoor abonnementsgeld betalen als ik 7 maanden geen aandelen mag kopen? Wel, achteraf gezien denk ik dat u toch blij mag zijn dat u in heel deze periode geen aandelen heeft gekocht. Het is verleidelijk om hier na deze daling, in deze opgaande trend, aandelen terug te kopen. Maar u ziet het, geen nieuw groene driehoek. We beleven dus in een downsignaal en de echte crash moest dus eigenlijk nog komen. Nu, 2007, 2009 was natuurlijk een bijzondere periode. Laten we eens kijken naar de laatste 4,5 jaar. Hier kregen we in december 2015 een downsignaal, gevolgd door 10% correctie. Najaar van 2016. Veel onzekerheid in de markt naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in de USA. Markten dalen. Soms zal u zien dat we slechts een zeer beperkte daling krijgen. Soms is het een correctie van 10%, zoals hier en zoals hier begin februari 2018. Soms is het een correctie van 20%, zoals in het najaar van 2018. Dit was de slechtste meimaand op de beurs in 10 jaar. Dat was mei 2019. En soms krijg je een berenmarkt van 34%. Na een downsignaal kan u nooit weten, wordt het 10% correctie? Wordt het een kleine daling? Wordt het een berenmarkt? Niemand kan het weten. Daarom zeggen wij tegen onze abonnees, neem geen risico, stop met het kopen van aandelen. U weet wanneer u nu wel en niet mag kopen. Met ons upsignaal koopt u, bij ons downsignaal stopt u met kopen. Maar wanneer gaat u verkopen? Wel, u gaat enkel en alleen verkopen als een aandeel door de stoploss gaat. En op die manier proberen wij u een houvast te bieden. U stapt in op de eerste dag van het upsignaal. Het is het meest trage signaal. Zorg dat u dus weet welke aandelen u gaat kopen bij het begin van een upsignaal. Altijd de stoploss respecteren en u ziet dat u meestal, niet altijd, maar vaak toch aan het begin van een uptrend koopt. Daartegenover bij een downsignaal, als u dit volgt, dat u nooit aandelen koopt bij een downsignaal en uw stoploss respecteert, dan zal u bij zware berenmarkten of correcties tijdig cash zijn en op die manier de drawdown beperkt zien. En de drawdown is heel belangrijk dat u uw verliezen beperkt. Iedereen praat heel graag over zijn winnaars, maar het allerbelangrijkste bij het beleggen is het beperken van uw verliezen. Eens dat u weet wanneer u in de markt mag stappen, is het natuurlijk zaak om de juiste aandelen in portefeuille te nemen. En wij raden u dan altijd aan om eens te kijken naar de value. De value, dat is de intrinsieke waarde die VectorVest op een aandeel kleeft. Hoe wordt die berekend? Wel, we kijken naar de verwachte winst per aandeel, de verwachte winstgroei van een bedrijf en de meest recente kwartaalresultaten. Het spreekt voor zich dat de value zal stijgen als alles met betrekking tot earnings stijgt. Maar we kijken ook naar inflatie en naar rentevoeten. Stijgende inflatie, stijgende rentevoeten, dat is nefast voor aandelen en voor de markten in het algemeen. Onthoud vooral, koers en value convergeren binnen de 3 jaar en geef de voorkeur aan ondergewaardeerde aandelen. Ik heb AB InBev B. AB InBev, dat is niet zo'n fraai plaatje. Dus op een kleine 4 jaar is dat aandeel gedaald van 120 naar hier 43 euro. Dat is heel pijnlijk, serieuze salamicrash. Zetten we nu de value erbij, dan zien we toen het aandeel 120 euro noteerde, kleefden wij er een value op van 30 euro. Dat aandeel was dus zwaar overgewaardeerd. Koers is echt beginnen dalen, dalen, dalen. De value is beginnen stijgen. En wat zagen wij hier in februari? Nou, pakt december 2018. Koers en value vonden elkaar, raakten elkaar. Meestal gebeurt dat, meestal niet altijd, meestal binnen de 3 jaar. En vaak is dat bij marktcorrecties. Bij marktcorrecties zien we dat de koers vaak harder daalt dan de value. En zo komen vaak overgewaardeerde aandelen samen, koers en value, komen die samen. AB InBev is zeer sterk beginnen stijgen, omdat marktsentiment in 2019 natuurlijk heel goed was. Maar de value begon weer te dalen.
En wat hebben we nu gezien in die berenmarkt nu in maart 2020? Koers en value hebben elkaar opnieuw aangeraakt. Gaan we eens kijken naar een volgende aandeel. Dat is nog zo eentje dat niet al te fraai is. CFE. CFE, hier van 139 euro naar 60 euro. Echt zeer deprimerende koersgrafiek. Het was een beetje herstel. In het najaar van 2019 was natuurlijk ook een rally op de beurzen. En dan kwam de klappen van 100 naar bijna 50 euro. En vandaag zitten we nog altijd wat aan te modderen aan 60 euro. En kijk eens, de value aangevinkt. U zou denken, goh, van 130 naar 60, is dit geen koopopportuniteit? Bill Drektovist zegt, het aandeel was al jaren overgewaardeerd. En hier hebben koers en value elkaar weer aangeraakt vandaag. Aandeel is ver gewaardeerd, totaal geen goede fundamentals, totaal niet interessant. U vraagt zich misschien af, want ik heb nu twee Belgische aandelen laten zien, wat zit er nog allemaal in Vectovest? Wel, Vectovest bevat deels, niet alles, maar deels de traditionele fundamentele analyse. In Vectovest kan u ook de traditionele technische analyse terugvinden, zoals daar zijn hier de MACD, RSI, on-balance volume, momentum, envelopes, Bollinger Bands, ADX, support resistance, etc. etc. Wat doen wij? Wel, wij kopen onze gegevens bij Reuters en we verwerken die in eigen indicatoren. Eigen indicatoren op een schaal van 0 tot 2. Hoe hoger, des te beter. We hebben 5 eigen indicatoren en die gaan we nu kort overlopen. De eerste 2 indicatoren is op basis van fundamentele analyse. De relative timing en de comfort index is op basis van technische analyse. Hebben we dan ook nog eens de master indicator. Eerst de relative value. Wat hebben onze eigen indicatoren gemeen? Wel, ze noteren dus op een schaal van 0 tot 2. Hoe hoger, des te beter. U kan perfect met Vectovest leggen, zelfs al kent u niet veel van fundamentele en of technische analyse. Gewoon kijken naar die eigen indicatoren. Wat geeft de relative value weer? Het lange termijn koerspotentieel van een aandeel. Het is altijd heel interessant dat u aandelen koopt waarbij de relative value al jaren op een hoog niveau is of waarbij u de relative value ziet uitbreken. Ik heb hier Dollar General meegenomen uit de retailsector uit USA. Dollar General, dat is een mooie grafiek. Op 2 jaar is het aandeel gestegen van $100 naar $189. Zetten we nu de relative value erbij, dan zien we dat 2 jaar geleden dit aandeel een relative value had van 1,36, hetgeen dus zeer goed is. Ondanks die klim van 89%, van 100 naar 189, ondanks die forse klim, is vandaag het lange termijn koerspotentieel nog steeds zeer goed, met 1,44. De tweede, en wat mij betreft, allerbelangrijkste indicator is de relative safety. Wat is de droom van veel beleggers? Dat is de index kloppen. En weinigen slagen erin. Zeker weinig fondsbeheerders slagen erin met hun fondsen om de index te kloppen. Wel, de relative safety heeft de afgelopen 10 jaar in Europa 10 keer de index geklopt. En de relative safety heeft de afgelopen 10 jaar in USA 9 keer de S&P 500 geklopt. Ik laat het u zo dadelijk zien. Eerst gaan we de relative safety bespreken, ook hier weer op een schaal van 0 tot 2. Heel belangrijk, overweeg enkel aandelen met een hoge relative safety. Hoe wordt die relative safety nu opgebouwd? Wel, we kijken enerzijds naar de debt-to-equity ratio. Geef altijd de voorkeur aan bedrijven met weinig schulden. We kijken naar de evolutie van de omzet. De meeste bedrijven met een hoge safety hebben een mooi gestaag stijgende omzet. We kijken naar de marktkapitalisatie. Vaak zijn het wel vrij grote bedrijven. Maar het is niet omdat het een vrij groot bedrijf is, dat het ook een kwaliteitsaandeel is. Dat het ook een hoge relative safety aandeel is. Nee, want relative safety houdt vooral met dit rekening. De volatiliteit, de voorspelbaarheid van de earnings. Wat bedoel ik daarmee? Ieder kwartaal rapporteren bedrijven in de US hun kwartaalresultaten. 90% van de hoge relative safety aandelen kloppen
keer op keer de vaak hooggespannen verwachtingen van analisten bij het rapporteren van kwartaalresultaten. Hoe de koers reageert, dat hebben we natuurlijk niet in de hand. Dat kan niemand voorspellen. Maar ik slaap natuurlijk wel al veel beter als ik weet dat 90% van die bedrijven beter doen dan verwacht. En tot slot, de meeste relative safety bedrijven keren een dividend uit met een lage payout ratio, zodanig dat dat dividend houdbaar is. Nu, met de coronacrisis heb ik wel gezien een aantal bedrijven die toch wel hun dividend hebben verlaagd of geschrapt. Heel belangrijk, overweeg enkel aandelen met een hoge relative safety. Hoe moet je die nu beoordelen, die relative safety? Ik zou zeggen, vergeet alles tot 1.10. En geef de voorkeur aan safeties vanaf 1.20. Zeer goed, vanaf 1.40, uitstekend. Weet ook dat de relative safety vaak piekt op een niveau van 1.50. Dus zelden ga je dat zien dat het hoger noteert dan 1.50. Ik heb een voorbeeld mee. Een voorbeeld van een aandeel dat al 10 jaar een hoge relative safety heeft tot vandaag. Er is een maar en die maar die heet corona. TJX. TJX, u ziet hier de slotkoers van afgelopen vrijdag, 26 juni. En u ziet ook de S&P en de Dow. Wat heb ik nu gedaan? Ik ben eens gaan kijken, oké, hoe heeft TJX, de S&P en de Dow Jones gepresteerd de afgelopen 10 jaar. Dit is de koersen van 10 jaar geleden. Dit zijn de koersen vandaag. TJX plus 359%. De S&P plus 179%. En de Dow Jones plus 146%. Dus een enorme outperformance van TJX ten opzichte van de indexen. Kon u TJX 10 jaar geleden in portefeuille hebben? Wel, ik denk het wel. Ik heb hier TJX, dat ziet u hier. Ik heb de koers er even afgehaald. Ik heb enkel de relative safety aangeduid. En 10 jaar geleden had TJX een relative safety van ongeveer 1.46. Al die jaren heeft dat heel hoog gestaan, tot met corona. Wat is het probleem? Is het goede nieuws? 8 jaar heeft dat aandeel voortdurend op buy and hold gestaan, enkel in het najaar van 2018, 20% daling van de markt, en nu met corona. Ik ga eens de koers laten zien. De koers op 10 jaar is hier gestegen naar hier. Van $13 ongeveer naar $49. Dus fenomenale koers. Aandeel, als u het hier had gekocht ergens, $10, $12, $13, $14, al die jaren is het nooit op sell gesprongen. Geef de voorkeur aan aandelen die mooi gestaag stijgen. Wat wenst u dat uw portefeuille doet? Wel dat die aandelen stijgen. Koop dus stijgende aandelen. Er zijn nog steeds heel veel beleggers die enkel maar dalende aandelen kopen om ze nadien verder te zien dalen. Koop steeds stijgende aandelen. Bij mij is het eigenlijk zo, ik wil enkel aandelen kopen die stijgen en ze mogen alleen dalen als de beurzen dalen. 20% daling in 2018, de laatste maanden. Dat is prima. De zomer van 2011 was niet al te best. Maart, februari, maart 2020, berenmarkt, dan mogen die dalen, maar ze moeten daarna wel terug herpakken. Dat is wat kwaliteitsbedrijven doen. TJX, u ziet dus hier op 10 jaar een hoge relative safety, maar nu is die safety toch wel naar 1.15 gedaald. En u weet, 1.10 is goed, 1.20 is zeer goed. Hoe komt dat nu dat dat het laagste niveau is in 10 jaar? Wel, TJX, dat is de retailsector. En de retailsector, die hebben natuurlijk gigantisch klappen gekregen van corona. Ze hebben hun winkels moeten sluiten en TJX heeft de pech, geen online shops. Dus daardoor geen inkomsten. Dus zij draaien aan zich heel goed als de winkels open zijn. Maar ze hebben geen online shops. Enfin, geen webshop. En daardoor hebben ze hun dividend moeten schrappen. Daardoor hebben ze ook een aantal weken geen omzet gekend. En ik hou mijn hart een beetje vast nu met een eventuele tweede golf. Zeker in de zuidelijke staten van USA zien we een enorm aantal toename van het aantal besmettingen. Dus
Dat is de reden, dividend geschrapt, geen inkomsten, dat de koers het nu waarschijnlijk terug moeilijk gaat krijgen. Dus heel interessant aandeel, als dat nog eens durft terug te vallen tot de niveaus van midden maart. Maar de mensen die nu live kijken, op dit eigenste moment zou ik wel voorzichtig zijn. We zien dat ook met de sales. De sales heel mooi gestaag stijgen. Maar dan nu natuurlijk, de resultaten waren niet goed. Ja, ze hebben natuurlijk in maart ook al moeten sluiten. Dus dat zal u niet verbazen dat de resultaten niet goed waren. De meeste bedrijven met een hoge relative safety hebben een vrij hoge marktkapitalisatie. Ik heb alle aandelen uit de retailsector gesorteerd op marktkapitalisatie. En TJX staat daar toch wel op plaats 7. De resultaten die waren in mei waren niet goed, serieus onder de lat. De resultaten in februari die waren nog uitstekend. De omzet steeg year-to-year met net geen 10%, dus dat ging eigenlijk heel goed, natuurlijk helaas corona. In februari steeg TJX na beurs nog 6% after comparable sales dazzle. Geweldige resultaten en TJX werd beloond met 6%. Als ik zeg dat berenmarkt de opportuniteit kunnen zijn om kwaliteitsaandelen goedkoop op te slaan, dan heeft u in maart een geweldige kans gehad. En wie weet krijgen we de komende maanden, zeker als er tweede en derde golven komen van corona. Het hangt er natuurlijk allemaal af hoe ver dat die op de economie gaan wegen. Maar ik zou zeggen, wees zeker alert om op bloedrode beursdagen, zoals daar waren in maart, om dan kwaliteitsaandelen op de kop te tikken. Gaan we eens kijken naar TJX afgelopen jaren. Dit zijn de earnings. Dit is de omzet. Ik kijk altijd naar de earnings. En wat zien we? Groen is beter dan verwacht. Twee keer rood, maar dat is missed by 0-0. Dus dat was eigenlijk in lijn met de verwachtingen. Dat is 2019 tot 2017. Ik ben teruggegaan tot 2015. En wat ziet u? Altijd beter dan verwacht. Dat bedoel ik dus dat met aandelen met een hoge relative safety, dat die keer op keer beter doen dan verwacht. Wat moet je nu mijden? En ik vrees dat dat in heel veel Belgische portefeuilles heeft gezeten. Nirstar. Nirstar heeft een slechte safety, altijd al gehad. Nirstar, dat is een grafiek op 10 jaar. U ziet dat hier, ja, Nirstar, van 100 euro naar 12 cent hier. Kijken we naar de safety van Nirstar, die is nooit, maar dan ook nooit, boven de 1 geraakt. En toch, als je gaat kijken op internet, gigantische discussies op fora over Nirstar kopen. Ik denk niet dat er veel Belgische beleggers plezier hebben beleefd aan Nirstar. Mijt ten allen tijde lage relative safety's. Nog een voorbeeld dat we hebben gezien, eind april, Diamond Offshore files for bankruptcy. Diamond Offshore is het laatste jaar gedaald van 12 naar 93 cent. En een jaar geleden aan 12 had het een relative safety van 0,78. Hetgeen gewoon archi slecht is. Dus mijt ten allen tijde relative safety aandelen, tenzij u graag short. Dan zou u er eventueel naar kunnen kijken. Maar voor uw long posities ga alstublieft voor hoge relative safety aandelen. Wie schrapte een dividend? Dat zijn deze bedrijven. Deze Belgische bedrijven hebben allemaal hun dividend geschrapt. En wat hebben zij gemeen? Een zwakke safety. Welk Belgisch bedrijf verhoogde haar dividend in 2020? Sofina. De relative safety van Sofina, 1,24. Geef de voorkeur. Ik val in herhaling. Dat is o zo belangrijk. Als u goede resultaten wilt behalen met uw aandelen, geef de voorkeur aan hoge relative safety aandelen. Deze eerste twee indicatoren, dat is puur fundamentele analyse. Maar we hebben ook een eigen technische indicator en die heet de relative timing. Wat geeft die weer op een schaal van 0 tot 2? Het korte termijn momentum. Heel eenvoudig. Boven de 1 is het momentum positief, onder de 1 is het momentum zwak. Ik heb hier het aandeel Everquote meegebracht. Dat aandeel is zeer sterk gestegen van 6 naar 47 en dan de klad erin en dan gingen we onderuit tot hier koersen van $28. Gaan we eens kijken naar dat momentum. Kijk, is dat momentum hier. Heel die rally van 6, 7
tot 47 ziet dat bijna voortdurend een momentum boven de 1. Hier is hem er wel even onder gegaan en terug herpakt. En zie dat momentum boven de 1, wat dat doet met de koers. De koers blijft hier stijgen. Is hier wel fors gedaald, kan u denken, maar het momentum bleef altijd boven de 1 en is daarna terug herpakt. Hier zijn we er echt terug onder gegaan. Sindsdien zijn we eronder gebleven en de koers is verder afgekalfd. Als u aandelen koopt, zorg ervoor dat u aandelen koopt met een RT boven de 1. Dat is heel belangrijk. De masterindicator. De masterindicator is een combinatie van value, safety en timing. Dat is heel goed als u kort op de bal wilt spelen. Vaak zijn dat aandelen met toch wel een zeer sterk momentum. Want de timing kent een zwaarder gewicht toe. Dat maakt dat er soms aandelen met iets zwakkere fundamentals inzitten met een hoog momentum. Dat kan goed gaan voor 2 weken, voor 4 weken, voor 2 maanden, voor 3 maanden. Maar dat zijn geen buy-and-hold aandelen. Als u iets of wat kijkt naar gestaag, rustig, gestaag stijgende aandelen, jaar in, jaar uit, dan moet u naar de relative safety gaan. De masterindicator, vermits timing zo'n hoog gewicht krijgt, dat is eigenlijk voor meer te tweede op korte termijn. Combinatie van value, safety en timing is dus VST. Ik ben eens gaan kijken, februari 2019, alles gesorteerd op VST. En wie stond daar op plaats 20 te blinken? Ultimate Software, hoge RV, hoge RS, hoge RT, stond op plaats 20 ongeveer van de 8000, ruim 8000 Amerikaanse aandelen. Dat was 1 februari 2019. Dat weekend dat erop volgde, Ultimate Software agrees to 11 billion acquisition. Overnamebod op Ultimate Software. Ultimate Software steeg nog eens 17,5% door. Dus dat kan gebeuren dat u hoge VST-aandelen krijgt, die toch wel een combinatie hebben van goede fundamentele en technische analyse, en dat er dan, zoals in dit geval, een overnamebod op is gekomen. Maar let wel op, bij de VST, als er aandelen zwakke safety's hebben. Want dat kan gedurende maanden goed gaan en dan ineens kan er wel een klap naar beneden vallen. Geef toch de voorkeur aan bedrijven met een hoge relative safety. En de laatste indicator, dat is de comfort index. Dat is ook technische analyse, maar op iets of wat langere termijn. Daarnet hadden we de relative timing, dat is technische analyse op korte termijn. De comfort index is technische analyse op lange termijn. Wat geeft die weer? Hoe goed is een aandeel bestand tegen langdurige en of zware correcties? Bij een marktcorrectie alles daalt. Maak u geen illusies. Alle aandelen gaan onderuit. Alleen de aandelen met een hoge comfortindex die rebounden vaak veel sneller. Dat is typisch voor aandelen met een hoge comfortindex. Ik heb hier de grafiek op 3 jaar van Lululemon. En wat zien we? Zeer sterke stijging, van ongeveer, wat zal het zijn, $65 naar $289. Oké, dit is een forse daling. Maar goed, dat was ook het najaar van 2018. Als de beurzen 20% dalen, dalen ook kwaliteitsaandelen. Maar de goede aandelen, die rebounden altijd heel snel. Dit zijn kwartaalresultaten, nieuwe all-time high. Daling, nieuwe high. Daling, kwartaalresultaten, nieuwe high. Daling, keer op keer zet die nieuwe highs neer. Benenmarkt, helemaal onderuit, nieuwe high. Kijken we naar de comfort index. Ik zeg altijd tegen mijn abonnees, wees alert als u een aandeel ziet waarbij de comfort index van onder de 1 naar boven de 1,4 gaat. Als u pech hebt, dan koopt u op de top. Als u wat geluk hebt, dan stijgt het nog jaren door. Soms stijgt het 2 maanden door, soms 6 maanden, soms een jaar, soms 2, 3 jaren. Wees gewoon alert als u de comfort index ziet uitbreken. Wees ook alert, dit is enkel technische analyse. Dus als dat gebeurt met fundamenteel zwakkere aandelen, moet u toch wel oppassen. Oké? Dus dit kan wel heel interessant zijn,
Maar respecteer toch altijd de stoploss en let toch ook op de fundamentals. ASM van bij de Noorderburen, grafiek op een jaar en een half. Ook hier weer daling, stijging, daling, stijging, daling, stijging. Keer op keer nieuwe highs. Berenmarkt, nieuwe all-time high. Gaan we kijken naar de comfort index. Hier zie je de koers mooi stijgen. Uiteindelijk vertrekt de comfort index ook. De comfort index is dus technische analyse op langere termijn. Die reageert trager, maar is daardoor ook meer betrouwbaar. Goed. Kopen. Daar hebben velen onder u geen problemen mee. Dat is leuk. Nieuwe positie openen. Verkopen, dat is een ander paar mouwen. Wanneer gaat u verkopen? Veel beleggers maken de fout om bij correcties te gaan verkopen. Wat gaan ze dan doen? Hun goede aandelen gaan ze verkopen. Hun minder goede aandelen, die houden ze bij. Ik sta toch al op -30%, zeggen ze dan. Maar die -30, dat wordt dan -40. Wordt -50, -60. De goede aandelen, die zullen ook onderuit gaan. Maar de goede aandelen, die gaan, van zodra de markt herneemt, ook als eerste weer al naar boven gaan. Dus je kan beter de goede aandelen koesteren en de zwakke aandelen verkopen. Wanneer zeggen wij dat u moet verkopen? Wel, u kan kiezen. Ofwel gebruikt u de Vectorvest stoploss, die ga ik u zo dadelijk uitleggen. Ofwel gebruikt u bijvoorbeeld een trailing stoploss. Er zitten heel veel stoplosses in Vectorvest die u zelf kan gebruiken. Een stoploss, dat is iets, ja, toch wel iets persoonlijk. Sommigen zweren, ik heb een abonnee, ook in Lummen. Komt naar de workshops in Lummen. En dan zweert bij een trailing van 22%. Dus dat is ook een beetje afhankelijk van abonnee, van belegger tot belegger. Onze eigen Vectorvest stoploss is een combinatie van technische en fundamentele analyse. Eerst technisch. We nemen het 65-daags voortschrijdend gemiddeld van de slotkoers. Dat kan iedereen terugvinden. Dat betekent wel dat deze stoploss iedere dag lichtjes gaat veranderen. Want we kijken altijd naar de afgelopen 65 dagen. Maar wat is nu de meerwaarde van Vectorvest? We houden ook rekening met fundamentele analyse. Bedrijven met uitstekende fundamentals, daar gaan we meer geduld mee hebben. Daar gaan we de stoploss letterlijk naar beneden trekken. Daartegenover een bedrijf met zwakke fundamentals, daar gaan we de stoploss naar boven duwen. Dat zijn aandelen waar we sneller van verlost van willen zijn. Als daar de trend keert, een aandeel met zwakke fundamentals, dat zijn aandelen die we sneller gaan liquideren. Ageas. Ageas aan zich, het is niet de meest interessante sector, denk ik, bij lage rentevoeten, maar het is op zich wel een mooi aandeel, goede fundamentals. En toch, Ageas piekte hier op 55. En dan, op 21 februari, sprong Ageas bij ons op sell aan €47,48. Ageas is gekelderd van €47,50 tot €25. Dus u kan zeggen, bovenaan is de aanbeveling trouwens, groen met base buy, wit met high hold. Het stond jaren, de hele tijd hier op buy, piekt, begint te dalen, springt uiteindelijk op sell aan 47. Beleggers, je wilt niet weten hoeveel mensen dat er toen denken van, oh, het zijn solden. Ageas daalt 15%. Ageas, meer dan gehalveerd. Bij dalende beurzen, dalende aandelen, u kan nooit weten hoe ver we dalen. Denk aan die slide van Keynes. The market can stay irrational longer than you can stay solvent. Markten gigantisch hard onderuit. Vandaag noteren we nog altijd maar aan 30. Als u wilt stijgen van 30 naar 48, 60% stijging. Moet u hebben om van 30 naar 48 te gaan. Dus u bent nog wel even zoet, vrees ik, als u hier geen stoploss had. Gerespecteerd. Kinepolis, natuurlijk ook heel hard getroffen door corona. Kinepolis stond de hele tijd hier op hold. Sprong op sell aan €50. Is gedaald naar hier, wat was het, €6,27. Dus dat is ook een heel harde daling. Is ondertussen wel alle baai gesprongen. En noteert hier vandaag aan de koersen van €40. Heel belangrijk bij het beleggen. Cut your losses. Uw verliezen beperken. Ik zeg altijd, u mag 10 aandelen kopen. U mag er 7 keer naast zitten. Maar bij die 7 dat je ernaast zit, moet je uw verliezen beperken. Als u dit
koopt aan $120 en dat staat hier een jaar of twee jaar later $14, ja, dat komt echt niet meer goed. Hè. Eer dat dit van 20 naar 120 gaat, vergeet het. Idem dito met sectorgenoot 3D Systems. Van 55 gedaald naar 8. Een paar weken geleden had ik nog eens gekeken. We zijn 4 jaar later en het noteerde nog altijd rond de $8. Terwijl de beurzen sindsdien toch wel gestegen zijn. Denk maar aan aandelen als Lululemon. Dus heel belangrijk, beperk uw verliezen. Zeker als je aandelen hebt met zwakkere fundamentals. Dat komt gewoon niet meer goed. Ga altijd voor die bedrijven met goede fundamentals. Wat is er dan wel belangrijk, ook nog belangrijk bij het beleggen? Ik zei daarnet, 10 aandelen kopen, je mocht er 7 keer naast zitten. Dat betekent, die 3 aandelen dat je er wel juist op zit, wat moet je daar doen? Uw winnaars laten lopen. Let your profits run. Als u denkt dat er in Europa geen mooie aandelen zit, dan bent u fout. Het zijn er niet veel, dat moet ik wel zeggen. Meerderheid zit wel in de USA, maar ook in Europa heb je heel mooie aandelen. Dit is het Franse Teleperformance. Op 8 jaar gestegen, van hier, wat zal het zijn, 35, 40 euro naar €224. Dat aandeel staat hier jaren op buy and hold. Als u dat in portefeuille heeft en u laat uw winsten lopen, dat gaat het verschil maken op het einde van het jaar. Dus zodat u de index gaat kloppen, ja dan nee. Hoe kan u nu aandelen selecteren? Dus ik heb u juist laten zien hoe de 5 manieren om aandelen te analyseren met onze eigen indicatoren. Ik heb u laten zien wanneer we aandelen gaan verkopen. Maar hoe kan u nu binnen Vectorvest aandelen beginnen selecteren? Wel, ik raad u toch aan, ga voor die hoge relative safety aandelen. Waarom? Ze hebben de afgelopen 10 jaar telkens de index geklopt en we gaan eens kijken hoe dat ze het dit jaar doen. Het jaar, we zijn halfweg. Dus we gaan eens kijken. Ik sorteer op relative safety. Ik ga naar 31 december 2019. Ik sorteer op safety. En we kopen de top 10 in Europa. De top 10 met de hoogste safety aandelen staat dit jaar op 4,8%. De Eurostox staat op min 13. De Bel 20, staat op min 16%. Wij doen het meer dan 20% beter in 6 maanden met onze top safety aandelen. En dat is geen toeval, dat is al 10 jaar dat wij met verve de index kloppen. Kijken we naar USA. USA... De top safety aandelen. We gaan naar 31 december 2019. In USA vind ik altijd veel mooiere aandelen, dus ik neem daar de top 20. Nu, Rostox had in een klappen gekregen, hè, want dat is net zoals TJX, een retailverkoper, Dress for Less, een beetje zoals de Zeeman, maar dan veel chiquer. Alleen Rostox heeft ook geen webshop, dus die verkopen die zijn ook gecrashed. Dus dat aandeel heeft een tik gekregen, maar goed. We gaan eens kijken, de top 20. Dit jaar is de top 20 met 0,4% gedaald. En de S&P is met 6,8% gedaald. Dus hier doen we het een goede 6% beter dan de S&P 500. Buy and hold. En ik zeg het, we hebben hier echt wel wat pech gehad met Rostox. Maar goed. Dat hoort erbij. Dit is buy and hold. Daarom dat we ook aanraden van toch een stoploss te gebruiken. Maar u ziet, die top safety aandelen die maken altijd het verschil met de index. Dus dat is toch de basis. Ik zeg ook niet dat je blind een top 20 moet kopen. Want kijk eens, ik heb hier een top 70. Als we hier gaan kijken, op plaats 65 staat Thermo Fisher. Toevallig een van mijn favoriete aandelen. Kijk nu goed. Thermo Fisher op 6 jaar. 6,5 jaar. Dat is toch fantastisch. Thermo Fisher van 114 naar 350 op 6,5 jaar. Heel mooi gestaag stijgend. Enkel onderuit als de beurzen goed onderuit gaan. En voor de rest
mooi stijgen. Dus ik zeg niet dat je blind een top 20 moet kopen. Ik zou zeggen, ga eens kijken. In de top 250 vind je pareltjes, maar werkelijk pareltjes van aandelen. Dus toch wel een serieuze voorkeur om de top relative safety aandelen daarin te gaan neuzen. Dat heb ik hier nog eens opgelijst, dat is waar. Wat als u in Europa de top 10 safety kocht? Op de eerste dag van ieder jaar koopt u de top 10. En we vergelijken dan met de Eurostox. Dit is de returns van de top safety aandelen tot eind 2019. En dit is de return van de Eurostox tot eind 2019. Kijk naar die gigantische verschillen. En dit is dan nog eens exclusief dividend. Dezelfde oefening in USA. Koop de top 20 safety aandelen vanaf 2010, 2011, etc. 9 keer doen we het beter dan de S&P. Enkel in 2014, tot nu doet de S&P het beter dan onze top safety aandelen. U zou ook kunnen zeggen, ik wil een modelportfolio volgen. Kan dat? Ja, we hebben in USA 5 modelportfolio's, in Europa 3 modelportfolio's. U kan ook een strategie volgen. Er zijn meer dan 200 strategieën voorgeprogrammeerd in Vectorvest. Of u kan aan stockpicking doen, hetgeen ik zelf persoonlijk heel interessant vind, om zelf aandelen te gaan zoeken met uitstekende fundamentals. Die voldoen aan parameters die ik belangrijk vind. Misschien heeft u zoiets van, het ziet er allemaal wel interessant uit, maar wat is er allemaal beschikbaar van Nederlandstalige support? Wel veel. Er zijn workshops. Alleen door corona, natuurlijk, die hebben een beetje corona heeft wat roet in het eten gegooid. Uw gezondheid, onze gezondheid is heel belangrijk. Dus er zijn voorlopig geen workshops. Wat hebben we wel gedaan? We hebben de workshops gestreamd. Als abonnee kan u deze workshops van mei en juni nog opvragen en u kan ze online bekijken. Iedere nieuwe abonnee krijgt een Nederlandstalige snelstartcursus. U krijgt toegang tot de Aan de Slag met Vectorvest webcast. Er is support via mail en telefonisch. Dus u kan ons mailen en zeggen, kan u mij opbellen op dat tijdstip? En dan bellen wij u in het Nederlands op een tijdstip dat u zelf kiest. Er is een Nederlandstalige versie van het Groene Boekje. Dat is geschreven door de oprichter van Vectorvest, Dr. Bart De Lido. Heel leuke lectuur om deze zomer in uw lichtzetel of in uw hangmat te lezen. Er is een Nederlandstalige website, vectorvest.be, waar ook regelmatig blogartikels verschijnen. Ik hoop in het najaar terug workshops te kunnen organiseren, afhankelijk dat de gezondheidssituatie het toelaat. We houden workshops in België, in Brugge, Gent, Kortrijk, Mechelen, Geel en Lummen. In Nederland zijn er workshops in Eemnes en in Eindhoven. Ik zou zeggen, hou de website in de gaten en hopelijk kunnen we in het najaar terug workshops op deze locaties organiseren. Als dat niet kan, dan gaan we de workshops blijven streamen. Dan zullen ze via internet uitgezonden worden. Als deze workshops wel doorgaan, toegang, parking, drank, alles is gratis. Het enige dat wij vragen is dat u zich registreert en dat kan via de website. Dat had ik eigenlijk allemaal al verteld juist. Wat moet u onthouden van deze webcast? Heel belangrijk is het om de trend van de markt te herkennen. Wij kunnen de markt niet voorspellen, wij doen daar ook geen poging toe, maar wij hechten wel veel belang aan de trend van de markt. Koop bij voorkeur op de eerste dag van een upsignaal. Het is het traagste signaal, de confront call op, maar ook het meest betrouwbare. Wacht niet nog langer, stap in op de eerste dag van een upsignaal. Koop nooit tijdens een downsignaal, omdat u niet kan weten, excuseer, wordt het een beperkte daling, wordt het een gezonde correctie, wordt het een berenmarkt. Daarom koop nooit tijdens een downsignaal. En als u aandelen koopt, geef de voorkeur aan ondergewaardeerde aandelen. Denk aan die relative value. De voorkeur aan veilige aandelen. Denk aan de relative safety. En koop enkel aandelen waarvan de koers stijgt, met een relative timing boven de 1. En gebruik altijd een stoploss. U kan een Vectorvest stoploss gebruiken of u kan een trailing stoploss gebruiken.
Stel dat u zoiets heeft van, dat wil ik toch wel eens uitproberen. Wel, u kan het nu uitproberen. U krijgt toegang tot USA en Europa. Ruim 10.100 aandelen gedurende 30 dagen voor nog geen 10 euro. Wat krijgt u tijdens die 30 dagen? Toegang tot 10.100 aandelen in Europa en in USA, heb ik gezegd. Toegang tot 3 webcasts, aan de slag met Vectovest. Iedere tap van de software wordt uitgelegd en u kan ermee aan de slag. U krijgt een snelstartcursus van 26 pagina's. Leest heel vlot. Hopelijk in het najaar meetings in België en in Nederland. Ik zou zeggen, kom er eens naartoe. De sfeer is daar altijd heel gemoedelijk. Maak kennis ter plaatse met abonnees van Vectovest en vraag naar hun ervaring met Vectovest. Zij zullen het u eerlijk zeggen wat hun ervaring met Vectovest is. Er is dagelijkse marktanalyse en er is begeleiding. U kan ten allen tijde gratis bellen met een 0800-nummer naar de klantendienst. En u krijgt de digitale versie van het groene boekje voor slechts 9,95 euro gedurende 30 dagen. Na het proefabonnement heeft u de keuze tussen ofwel zonder bijkomende verplichtingen het abonnement stop te zetten. Hoe doet u dat? Wel, contacteer ons tijdens die 30 dagen, ofwel telefonisch, ofwel via mail en uw proefabonnement wordt niet verlengd. Als u twijfelt, dan zou ik kunnen zeggen, ik neem een maandabonnement, dat kan ik ten allen tijde opzeggen. Een maandabonnement is 59 euro. Stel dat u overtuigd bent van de kracht van Vectovest, dan zou ik zeggen, neem een jaarabonnement. Waarom? 1 maand is 59 euro. Na 10 maanden heeft u 590 betaald. Leg 5 euro op en u krijgt een jaarabonnement. Als u ons wenst te contacteren omtrent uw abonnement, omtrent vragen van de software, dat kan belgium@vectovest.com of nederlands@vectovest.com. Hoe kan u nu uw proefabonnement activeren? Wel, u surft gewoon naar vectovest.be/proefperiode. U kan zo online uw proefabonnement aanvragen. Opgelet voor de noorderburen die kijken, het is vectovest.be/proefperiode. Enkel deze link. Ik raad u aan om zeker naar deze workshops in België of Nederland te komen. Want daar gaat u heel veel bij leren. U komt in contact met andere abonnees. Na de sessie kunnen we allemaal een glas drinken, een beetje napraten. En stel dat u tijdens uw proefabonnement vaststelt dat het programma toch niet iets voor u is, dan kan u met 1 telefoon of 1 e-mail uw proefabonnement stopzetten. Doe deze mail of deze telefoon voor het einde van de 30 dagen en uw proefabonnement wordt stopgezet en geen enkel bedrag wordt nog gedebiteerd. Als u tevreden bent over Vectovest, dan kan u het voortzetten aan 59 per maand of het voordelig jaarabonnement nemen waarbij u eigenlijk 2 maanden gratis krijgt. U kan vanuit België het callcenter in de US bellen op dit nummer. Vanuit Nederland is het dit nummer. Als u liever in het Nederlands wordt voortgeholpen, dan mailt u ons naar belgium@vectovest.com of naar nederlands@vectovest.com. Wilt u gedurende 30 dagen Vectovest uitproberen voor nog geen 10 euro, doe het dan nu via vectovest.be/proefperiode. Voilà, dat was het. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw aandacht. Ik laat de webcast nog even lopen, zodanig dat u deze info desgewenst kan noteren. Ik hoop u in het najaar te mogen ontmoeten op een van onze bijeenkomsten. Ook niet-abonnees zijn daar altijd van harte welkom. Alle details vindt u binnenkort op de website. Intussen wens ik u een fijne zomer en voor vandaag een hele fijne voortzetting van de dag. En heel graag tot de volgende keer.